Goedenavond, dames en heren, en welkom bij Herexamen. Het spelprogramma waar twee teams het tegen elkaar zullen opnemen in een spannende strijd rond thema's en vakken uit hun schooltijd. De kapitein van klas A is Paul Schampers. Dag Paul, kun je je klas even voorstellen? Wel, mijn klas bestaat in de eerste plaats uit mezelf. Ik wil toch nog even vermelden dat ik ben uitgekomen aan het Atheneum van Hoboken met 88% en dat ik mijn hogere studies met grote onderscheiding heb afgesloten aan het RITS, het Hoge Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding. Dank u wel, Paul. En wie zit er in je klas? Wel, ik heb twee mensen meegebracht waarover ik ooit een indringende reportage heb gemaakt. Ze liggen me bijzonder nauw aan het hart ook. En het zijn ondertussen vrienden voor het leven geworden. Aan mijn rechterkant zit niemand minder dan Berten Maillot, redder van beroep aan onze Belgische kust en natuurlijk ook een uitstekend zeekenner. Dag Berten, welkom. Jij hebt op school gezeten in Kokzijde, als ik me niet vergis. Nee, dat is juist, hè. Nee, dat ben je niet waar. Ik had om mijn 20 jaar in de Limburg gewoond. In de Limburg. Dus ik had het dus hij nog nooit gezien. Ik wist niet dat jij afkomstig was uit Limburg. Dat is een grapje, hè? Momentje toch, die is simpel of wat? Dat hoor je toch? Dat hoor je toch mijn accent van de Limburg zin. Goed, aan mijn linkerkant zit dan Firmijn Krets. Als gewezen bokser beschikt hij over een heel snel reactievermogen. Firmijn, welkom. Firmijn, welkom. Welkom, madame. Zeg maar Anja. Oké, mag Anja. Anja. Die ook, ja. Was jij een goed student, Firmijn? Nee, ik heb het niet gemakkelijk gehad. Ik heb altijd heel hard moeten knoken om dus door mijn examens te komen. En mijn leraar wiskunde die had op het einde van het jaar, die had geen enkele tand meer in gans en muilen. Maar ik ben op het einde ben geslaagd. Nou, dat is goed, hè, Maranja? Ja, natuurlijk. Hopelijk slaagt jullie team vandaag ook. Klas A. Even klas B voorstellen. De kapitein van de klas is niemand minder dan de Vlaamse charmezanger Ronnie King. Ronnie, stel je klas even voor. Hallo Anja. In de eerste plaats ben ik zeer vereerd om hier te mogen optreden in uw geweldig sympathieke amusementsquiz. En in de tweede plaats ben ik natuurlijk niet alleen gekomen. Ik heb mijn kennis uitgebreid met twee mensen die ik graag aan u even voorstel. Aan mijn rechterhand zit een licht geantikapeerde Sylvain van Genechten. Hij ontbreekt helaas twee benen. Ja. Zo mensen moeten er ook zijn, hè? Waar is Sylvain? Dag Sylvain, wat vond jij vroeger plezant op school? Plezant op school? Het plezantste op school was het middageten. Middageten. De maandag bloemkool. De dinsdag vlinde vink. De vrijdag friet. Frieten. Frieten! Frieten! Riepen we dan weer. En dan kregen we frieten weer. Ja, Sylvain, dat lusten we natuurlijk allemaal. Ronnie? Dank u vriendelijk, Anja. Aan mijn linkerzijde zit niemand minder dan Jean-Pierre van Rossem. Het is een goede vriend die door een aaneenschakeling van toevallige omstandigheden, zou je kunnen zeggen, in de gevangenis is geraakt. Dag Jean-Pierre, blij dat je je toch even hebt kunnen vrijmaken voor ons. Hey, demagogische trut, wat weet jij nu in godsnaam van vrijheid? Voor eerst gevoel van vrijheid het gebruik van een inlegkruisje. Maar ondertussen worden we gemanipuleerd door de slag om de kijkcijfers en het onbenul van incompetente televisiebazen die gaan scharrelen met omroepsters, maar ik ga je geen namen noemen. Dankjewel, Jean-Pierre. Laat ons hopen dat jullie team vandaag ook goed scoort. Klas B. Goed, dan zijn we nu klaar voor het spelletje Goed of Fout. En in dit spelletje moeten jullie beslissen of mijn stellingen goed of fout zijn. België is een constitutionele monarchie. Goed of fout? Firmijn, je hebt helaas te laat geantwoord. Oh, antwoorden. Ja, je moet op de goed of fout toets drukken als de vraag is gesteld. Ah ja, een vraag. Dat is juist. Het antwoord op de vraag was inderdaad juist, want België heeft als staatshoofd een koning en berust op de democratische principes van een grondwet. Jean-Pierre en Berten, jullie hebben fout geantwoord.
Wat zei hij nu voor een cassante kalle? Hoe durfde hij beweren dat dat Dapeland hier democratisch is? Dat is hier een fascistische dictatuur met een gerateerde nazi van een premier die in plaats van dat kleuteland hier te proberen regeren beter een keer zou beginnen met de Montignacken. Vive la Republiek! Goed, de tweede stelling. De Vlaamse televisie, maatschappij VTM, kwam voor het eerst op het scherm in 1987. Excuseer, ja, maar kan ik nog een corrigerende gok wagen? Want ik denk dat ik beter kan. Ik ben plots begin twijfelen aan mijn antwoord. Nee, helaas, Ronnie, dat kan niet meer. En dat is maar goed ook, want je antwoord is juist. Dat is ongelooflijk, Anja. Hartelijk bedankt daarvoor. In klas B heeft iedereen het antwoord juist. In klas A heeft enkel Paul juist geantwoord. Ja, jongens, hoe kan dat nu? De VTM op de buis, dat is toch een memorabel moment in onze Vlaamse televisiegeschiedenis. Die datum 1 februari 1989, dat is toch elementaire kennis? Dat was een spelletje, hè, Bo? Oh, dat is voor de lol, hè, dat je meedoet. Dat was, hè? Ja, voor jou misschien wel, ja. Volk, hè, man. Ja. Hallo. Maar ja, we hebben een knoop even kapot geslagen. Ik heb mijn zitten naar omhoog. Jongens, dat is toch niet te geloven, hè, zeg? Dat is niet te geloven, hè. Dat is allemaal plastic, hè. Dat is ongelooflijk. Het blijft spannend. Onze laatste vraag zal bepalen wie naar de finale mag. Concentreer jullie. We'll Meet Again werd gezongen door Vera Lynn. Goed of fout? Het correcte antwoord was juist. Yes. Oei, oei. Jefra, ik heb me volledig getrompeerd. Ik heb op het verkeerde knop gedrukt. Ik wist het wel. Vera Lynn, ik heb ze nog goed. Vanuit mijn tijd was een hele blonde, vrouw. En ze kon heel goed zingen. Wie meet again? Don't know where. Sorry, Silva, ik kan het niet goed rekenen. Juist is juist. We maken ons klaar voor de finale ronde. En wie mag er naar de finale gaan? Ronnie King. Zo, Ronnie, je bent onze finalist geworden. Ja, Anja, en ik zou er om een van de gelegenheid willen gebruik maken om, om snel nog eventjes naar de sanitaire toiletten te bezoeken. Ik vrees dat dat niet meer zal gaan, Ronnie. Dit is een live-uitzending, dus... Het is geen probleem. Maar ik stel dan voor dat we daar toch meteen in vliegen, als het kan. Goed, je kent de spelregels. Je moet in 60 seconden zoveel mogelijk vragen over de verschillende vakken correct proberen te beantwoorden. Elk vak heb je zelf punten mogen geven. Ja. En we zullen daar even naar kijken. 4 voor Engels, 2 voor Nederlands, 0 voor Frans, 1 voor geschiedenis, 2 voor biologie en 3 voor wiskunde. Die scores zijn nogal aan de lage kant. Ja, ja, je mag jezelf natuurlijk niet overschatten. En daarbij, Frans is nooit echt mijn sterkste kant geweest. En, maar ik stel er toch voor om echt te beginnen. Want ik moet Oké, goed, Ronnie. Concentreer je. Vraag 1. Engels. Wie schreef Hamlet? A. William Shakespeare. B. Paul McCartney. Of C. John Lennon? Lennon McCartney ken ik nog van back in the 60s. Mijn antwoord is Lennon en McCartney. Je mag maar één antwoord geven, Ronnie. Dan hou ik mijn antwoord nog even in beraad, als dat mogelijk zou zijn. Goed. Vraag 2. Wat is correct? A. Hij vindt met een D. B. Hij vindt met een T. Of C. Hij vindt met DT. Hij vindt. Ik weet natuurlijk niet wat hij vindt. Hè. Ik kan wel zeggen wat ik ervan vind, maar dat is natuurlijk de vraag niet. Hè. Je moet gewoon zeggen wat juist is. Dus de juiste schrijfwijze. Ik denk dat ik mijn joker ga inzetten. Je hebt geen joker, Ronnie. Dit is een ander spelletje. Oké, geen probleem. We moeten verder, Ronnie. De tijd loopt door. Oké, dank u, Anja. Frans, wat is de vertaling van je ne sais pas? Is dat A, ik weet het, B, weet jij het of C, ik weet het niet? Snel, Ronnie. Ik weet het niet, Anja. Dat is juist, Ronnie. Yes. Helaas heb je 0 punten ingezet voor dat vak. Ronnie, dat brengt jou totaal op 0 punten. Ja,
Godverdomme, dat is... Ja, maar ja, je weet wat dat gaat. Je weet het, de wereld ligt aan je voeten en je trapt erop heen. Maar ik wil u toch vanaf bedanken voor mijn deelname en rest mij nog een fijne avond toe te wensen. En graag tot de volgende keer. Dankjewel, Ronnie.